naar een nieuwe weekvlog. Ik zit even achter mijn laptop, want ik... Oh. Miem, zie een vogeltje! Ja, Mimi heeft de laatste tijd dat ze heel veel tegen vogeltjes praat. Hier zit zij. Mimi, vogeltje? Zie een vogeltje? En als ik dan vogeltje zeg, dan gaat ze juist zeg maar zo doen. Je is schattig. Waar is vogeltje? Ga je vogeltje pakken? Dat even terzijde. Dus ik zit nu achter mijn laptop, want ik heb een eigen bedrijf in grafisch design. En dat betekent dus online ontwerpen. Even in Jip en Janneke taal gezegd. Want nou ja, ik heb eigenlijk al wel weer een tijdje mijn bedrijf. Alleen ik heb gewoon heel veel... Oh, wacht even. Maar ik heb eigenlijk een hele lange tijd geen tijd meer gehad om energie en tijd in mijn bedrijf te steken. Hè? Wat eigenlijk niet heel leuk is. Want ja, ik bedoel, een eigen bedrijf hebben en dan wil je eigenlijk ook je eigen bedrijf laten groeien. Maar, nou ja, dus ik dacht nu een mooie kans om eens mijn laptop te openen, want ik moet pas vanavond werken. En dan kan ik bijvoorbeeld overdag gewoon aan mijn bedrijf werken. Nou ja, ik heb zelf al een website en alles, dus zeg maar de basis staat gewoon. En ik heb ook al klanten gehad en er komen ook weer nieuwe projecten aan. Dus op zich, het ligt niet stil, maar ik vind wel dat ik er meer tijd in kan steken. Kijk dit, jongens. Allemaal cadeautjes, hè? Miem! Mag niet, hè? Ik dacht, ik ga eens heel even kijken en alles op een rijtje zetten van wat wil ik nog met mijn bedrijf bereiken. Of tenminste, veel. Maar ik bedoel meer van wat moet ik nu even aanpassen. Want ik heb echt best wel een lange tijd even niet meer bijvoorbeeld aan mijn website gewerkt of projecten gedaan. Dit is mijn website, dus die bestaat al een tijdje. En dit is een pagina bijvoorbeeld met... werk, wat ik eigenlijk allemaal al heb ontworpen voor mensen. Mochten jullie nou dit leuk vinden om te bekijken, dan kunnen jullie dat verder op mijn website ook nog eens leuk doornemen. Kijk, net als bijvoorbeeld cv's maak ik ook voor mensen. Mocht je solliciteren dan, en je wilt er echt uit blinken, dan maak ik cv's. En tot nu toe heb ik echt best wel positieve reacties gehad hierop. Want kijk, dit is bijvoorbeeld een vriendin van mij, daar heb ik ook een cv voor gemaakt. Dan krijg ik best wel leuke reacties erop van, oh, ze vonden het cv echt zo leuk. En dan, het is eigenlijk een beetje een verkooppraatje van jezelf ook. Hè? Een visitekaartje van jezelf laten zien wie ben ik. En als jij bijvoorbeeld een cv of een mooie brief in een design stuurt, dan blijf jij vaak hangen bij mensen. Dus ja, dus mocht je nog een leuke cv willen voor een leuk klein prijsje, dan bericht me. Maar ja, ik maak veel meer dan cv's hoor. Het is zeg maar ook bijvoorbeeld save the date kaarten. Ja, wat heb je van alles? Ik heb zelfs goudfoliekaarten ontworpen. Ik moet mijn Instagram weer bij gaan houden. Ik moet van alles en nog wat weer gaan doen. Dus ik moet echt weer even lekker gaan oppakken. Pas jij nog maar net in dat mandje? Ben je een klein dik katje aan het worden, hè? Nee, poesje? We zijn de vogeltjes. Vogeltje? Nou, wij zijn lekker uit bed en Max kwam naar boven gerend en hij zei, het heeft gesneeuwd. Het heeft gesneeuwd. Dus. Max wordt altijd helemaal blij. Bijna Max. Max wordt altijd helemaal blij als het gesneeuwd heeft. Of een soort van gesneeuwd is. Het heeft wel gesneeuwd. Ik dacht, ja. Maar kijk dit. Er is echt sneeuw. Ja, jij wel. Ja, ik mag. Oh. Zie
Gaat hij zeker weer tegen het raam aangooien. Oh, kijk, wat zei ik? En hoe voelde je je eerste sneeuwbal aanraking? Die kat is in de sneeuw. Ja, maar ik kan ze niet loslaten, hè? Maar je kan ze ook eens zo doen. Ja, oké. Okay. Of niet? Ja, maar dan moet je heel goed vasthouden, hè? Want als ze één keer denken, wat de hek is dit, dan... dan pak je ook niet echt de handigste poes, hè? Doe Billy maar, want die heeft net gepoept. Ja, echt niet. Ja. Maar dat zie je. Yo, ik ging naar boven, ik ging kijken waar is Billy. Zit hij in de kattenbak, zie ik opeens allemaal drollen uit zich komen. Ik denk, oké, fijn. Oké, hele leuke informatie. Hi, onze poepmaster, hè? Maar wel voorzichtig, hè? Goed vasthouden. Oh, dat vind ik zo eng wat hij nu gaat doen. Die kat denkt echt, wat de hek is dit? Oké, misschien is dit de laatste beelden van Billy. En zijn... Nee, toch niet. Oh, ik wilde de deur open doen. Kijk wie hier stond. Hey Poep. Wil je ook naar buiten? Met je dikke billen. Mooie sloffen. Ook van mijn zus. Ik ben nog helemaal in mijn slaapkleding. Dus. En Max ook. Helemaal fascinerend zit hij. Vond je dat zo mooi, schat? Want hij keek helemaal naar de vogels. Hè? Vond je dat zo mooi? Hè? Bill. Ben jij sneeuw? Ja, hij heeft het gepoept. Poep, poep. Maar nu hier. Zij wil het ook. Zij ligt er ook helemaal klaar voor. Maar die moet je echt goed vasthouden, hè? We gaan Mimi ietsjes minder brokjes geven. Ook al krijgt ze niet abnormaal veel of zo, maar ze wordt een little bit dik. Oh, kijk dit. De eerste keer dat ze sneeuw aanraken, jongens. Jullie denken echt, jullie zijn echt gek dat jullie die katten gewoon zo buiten zetten, maar ja. Het is ook niet echt dat ze naar buiten willen of zo, hè. Ja, Mimi zit wel heel vaak naar de vogeltjes te mouwen. Hi! Ga je ook meekijken? Mimi die vindt vogeltjes echt de laatste tijd echt geweldig. Billy Bill! Hey! Niet leuk buiten, hè? Kom maar, Max wil naar binnen. Zo. Ik heb even mijn kandelaars gepakt, want zoals jullie zien, kijk. Is mijn kaars dus helemaal tot hier gesmolten. En dat is bij deze ook gebeurd. Nu ga ik proberen met zo'n vorkje de kaars te pakken. Dus ik ben benieuwd of het dus gaat lukken. Dus ik ga dat heel even proberen. En dan zal ik even zo meteen laten zien of het gelukt is. Want ik kan deze wel omhoog krijgen. Maar ik krijg hem er niet uit, zeg maar. Oké. Vraag niet hoe. Maar het is eruit. Nu deze nog. En ook deze is er nu uit. Dus ik heb ze eruit gekregen. Maar weet je wat ik een naald ervan? Want zoals jullie zien is het tuutje best wel lang. Dus als je niet oplet, dan brandt hij inderdaad gewoon door. En voordat je het weet, zit hij er al in. En dan heb je een hele bende. Dat vind ik wel een naald aan deze. Ja, kandelaars, om het zo te zeggen. Maar op zich, ik heb het er wel uitgekregen. Maar het is wel weer een rotzooi die je maakt. Dat is wel vervelend op zich. Zo, we zijn weer lekker thuis. We zijn even naar Drunen geweest. Want daar was, hoe heet dat, Max? Dickensfestijn. Mm-hmm. Dickensfestijn. En hier is het in Heusden, is het Candlelight. En we zijn gisteren daar over de markt geweest en heb ik een nieuw blouseje gekocht. En we hebben daar een limoncello gekocht. Deze. Een zelfgemaakte limoncello. Hi. Mim. Dus we hebben ons weer even lekker verwend. En op Dickensfestijn. Hele rare naam. Hebben wij ook nog iets gekocht. Want wij hebben zeg maar zoals... Ja... Ik weet niet of je dat weet trouwens.
Wij hebben zeg maar van die geurblokjes in de geur amber. En nu hebben wij ook twee andere geurtjes gekocht. Maar ik weet even niet. Eén vanille. De andere lijkt met aardbei. Deze. Vanille. En dan hebben we ook nog twee roze. Dit zijn dezelfde geuren, maar ik weet niet wat voor geur dit is. Maar ook heel lekker. Dit is echt een hele lekkere geur. Dus, en daar heb ik dus ook zo'n krabbertje bij gekocht. Even kijken of ik dat eruit kan halen. Kijk, zoiets. Dus dan kan je zo raspen. En dan gaat dat weer lekker geuren. Dus ik ga dat zo meteen even doen. Dus dan kunnen deze, die doe ik even terug in het zakje. Ik ga denk ik deze eerst pakken, want we hebben dan toch deze twee. Kijk, dit is die ambergeur. Alleen, die ruikt wel. Maar niet meer heel erg. En dan heb je zo'n raspertje. En die kan je dan zeg maar er langs halen zo. En dan komt die geur weer vrij. Maar deze doe ik nu even terug. In het zakje bij de rest. En dan ga ik deze zo raspen. En die doe ik hier een beetje in. En dan hebben wij hier ook nog zo. Dit is onze kaarsenkast. Even kijken hoor. Moet ik heel even kijken waar het staat. Oh daar. Hier zo. Dan hebben we deze. Oh. Ja. Dan hebben we deze. En een vaccinelichtje. Oh nee, die is nog vol, zie ik. Dat hoeft niet. Dus dan, dit, hier zit die amber nog in. Dus die zet ik wel gewoon lekker aan. Even kijken of die nog goed geurt. Ja hoor. Hey, Dickie. Oh, hallo. Hi. Dus nu ga ik even raspen. Kijken of het lukt. Okay, ik heb het dus nu geraspt. Het werkt echt super goed, dat raspertje. En nu heb ik zo'n stukje geraspt. En dat heb ik hierin gedaan. Dus ik moet zeggen, je ruikt het niet per se helemaal. Maar, oh, dat voelt zacht aan. Wauw. Oké. Okay. Ik ga het denk ik hier op tafel zetten. Dan ruik je het misschien beter. En als je het niet meer ruikt, dan doen we het hierbij. Het is de volgende dag en wij gaan even de stad in, want wij moeten nog van alles en nog wat kopen voor kerst. Dus kerstinkopen gaan we doen. En waar gaan we naartoe? Tilburg, Den Bosch? Tilburg. Dus daar gaan we even. Bij de tank ook even eten. Dus daar gaan we heel even naartoe. Oh, nee. En dan moet ik nog heel even van alles, of wij moeten nog van alles kopen. Meer voor de kant van Max, zijn familie. Want aan mijn kant hebben we eigenlijk alles al. Want daar hebben we zeg maar loodjes trekken en dan heb je gewoon één persoon en dan moet je daar gewoon wat voor kopen. En bij de familie van Max heb je iedereen en dan koop je voor iedereen wat, zeg maar. Dus wij gaan even op pad. En ik ga trouwens vanavond ook een kerstpakket ophalen. Tussen 4:30 en 6 kan dat. Dus ik kijk even hoe laat ik vanuit de stad naar huis ga. Of Max moet even mee. Zes. Oh, ik moet even die kip eruit leggen. Moet je even doen? Kippie! Ik ga vanavond pasta pesto maken. Lekker, lekker. Tja! En we zijn weer thuis bij mijn kleine honey ponies. Wat zie jij? Wat zie jij? Koekoek. Hallo. Oké. We hadden lekker even de kerst aan. Hoi Bill. Vind je dat mooi, die camera? Auw. Ga je erom bijten? We hadden even de kersthits aan. En ik heb mijn kerstpakket opgehaald. Dus ik ga even kijken wat erin zit. Ik ben benieuwd. Er zit een leuk papiertje omheen. Zo. We beginnen even met van die soort chocoladebonnetjes. Ik heb van die chocolade. Ik heb van die chocolade kerstballen. Volgens mij noem je dat zo. Een zakje chips.
ja, hoe noem je dat? Oh, toosjes. Wat is dit? Tapenade. Spek. Koekjes. Een open haardje, of hoe noem je dat? Zo'n kacheltje. Ja, ik zelf heb die al, dus misschien dat ik die leuk weg ga geven. En nootjes. Lekker hoor. Goedenavond allemaal. Zo, even het licht aan. Want Max is met zijn kerstpakket gekomen. Dus we gaan even kijken wat erin zit. Nou, laat maar eens zien. En Max heeft een nieuwe jas aan. Vorig jaar zat er ook veel in. Ja, best wel leuk, want toen hadden we ook zo'n karaf, toch? Zo'n wijnkaraf. Chocolates. Oeh, lekker. 75 euro korting op een verblijf en 30% korting met Safari Park. Oké. Kan je eigen brood maken. Denk ik. Oh ja. Lekker. Chipjes. Truffel. Olijfolie. Dat ziet er toch niet helemaal uit. Jawel, dat is omdat het lag. Oh. Olie is naar boven. Groene olijven met knoflook. Een soort tapenade. Ja. Mango gember. Wat is dat? Mango gember? Nee, dat is ook niet echt mijn ding, nee. Groen. Is het jam? Ja. Groene olijven, dat is lekker. Borrelplank. Borreltapasplank, wel leuk op zich, ja. Fromage. Oh, dat is ook zo'n tapa. Dat is volgens mij met tomaat. Dipstokjes. Nou, voor de borrelplank. Tonijn, dat vind je wel lekker. Oh, lekker, ja. Lekker. Balsamico. Oh, dat vind jij heel lekker. Toosjes. Wat is dit? Kijk hè. Noga blokjes. Ja, ik wou het zeggen, staat er gewoon op. Noga blokjes, ja. Nee, dit is Noga toch, of niet? Oh nee, met pinda's. Oh, lekker. En dit zijn bonbons. Oh, lekker. Oh, dat is altijd goed. Bonbons. Biscuit. Dat kan je bijvoorbeeld op een toetje of zo doen. Kruidenbotermix van Stel. Kruidenboter. Oh, daar kan je boter bij doen en dan deze kruiden. Ja. Dan heb je een soort kruidenboter. Kaas. Hey, kaas. Die hadden we bekend. Vorig jaar hadden we ook een kaasje. Die waren wel heel lekker trouwens. Tomatenbiscuit zijn ook wel lekker. Oh ja. Ik ben wel benieuwd naar je. Noten zuidvruchtenmix. Oh, lekker. Wel echt heel kerstig dit, hè? Noten, andere noten. Ja, nootjes gewoon, ja. Wat is dit? Nootjes. Oh, dit is gezout. Wel lekker. Wat is dat? Kalsfondue. Dus voor de saus op vlees. Oh. Gewoon jus is dit dan of zo? Paté, Iberico. Dus net zo'n patanea, maar dan een pitoosje. Oh, lekker. Amsterdam mini augurkjes. Oh, moet je dit zien, hè? En dan werk ik in de zorg en dan krijg ik 3 dingen op kant. En Max die... En hij is nog niet klaar. Er zit nog meer in. Dat is echt erg. Dat is toch eigenlijk gewoon erg? Mosterd. Oh, dat ziet er wel heel goed uit. Grof. Hier, winterthee. Trouwens, ik ben niet ondankbaar of zo, maar als je dit dan vergelijkt, denk je echt wel, oh, joh, oké. Okay. Winterthee. Wat voor smaak? Oh, gewoon winterthee. Een imbirkenworst. Oh, dat ruikt wel heel lekker trouwens. Imbirkenworst. Oh, echt genoeg voor een lekkere tapasplank te maken. Een wijntje. Rode wijn, heerlijk. Nog één? Ja. Nog een rode wijn. Oh, lekker.
En er zit er nog een soort doos in. Hè? Huh? Jij vindt het helemaal leuk, hè? Kijk, dan kunnen jullie katten gelijk daarin, want zoals je Mimi ziet. En een doos slijmwaren. Oh, die zijn wel mooi. Die kunnen we dus de 30ste gebruiken. En we zijn toch met z'n zessen, dus gelijk zes glaasjes. En wie zit er weer in? Onze kleine Mimi, hè? Gaan we nou inpakken en weg versturen? En versturen naar de Noordpool. Goed, Bill? Dan ben je alleen maar alleen over nog, hè? Doet, doet. Nou, dat waren de kerstpakketten. Wel een mooi pakketje. Ja, heel, heel mooi. Heel leuk. En lekker veel, joh. Moet je zien. Moet je zien, heel deze tafel. Ik kan nog niet eens de helft. Hartstikke leuk. En je moet blij zijn dat je überhaupt wat krijgt in deze tijden, toch? Ja, zeker. Dus... Kiek hierin. Kiek hierin. Kiekeboe. Kiekeboe. Hallo? Kiekeboe. Ja. Bill wil er ook in, want die vindt dat ook echt heel leuk. Billy! Nou, Billy denkt doei! Hi jongens, het is weer de volgende dag en ik moest vandaag tot 2 uur werken. Het was heel druk op werk. Daarna ben ik gelijk doorgegaan... Oh, wacht even, er zit een vlek op de lens. Maar daarna gingen we door gelijk... om een tafeltje, want ik heb een soort side table gevonden op Marktplaats, dus die hebben we opgehaald. En daarna ben ik gelijk om boodschappen geweest. En mijn vader en Max zijn nu om gipsplaten, dus die kunnen elk moment terugkomen van de praxis. En ik dacht, ik ga gelijk beginnen aan het eten, want Max moet om 6 uur werken. En wat ga ik maken? Ik ga pokeball maken. Ik dacht, daar houdt iedereen van. Ik ga lekker pokeball maken. Lekker makkelijk en snel. Op zich snel, ja. Ik ben wel even bezig, maar... Dus daar ga ik even aan beginnen. En dan even lekker eten. En dan even lekker niks. Ik ben klaar met de pokeball. En dit is het dus geworden. En... Ik moet zeggen, het ziet er heel, heel lekker uit. Dus we gaan nu even proeven. Nou, de pokeball was heel lekker gisteren. En nu... nu ben ik klaar met werken. En morgen is het dus kerstavond. En dan hebben we cadeautjes. Maar jongens, kijk even dit. Oh, daar komt Max. Zullen we Max laten schrikken? Ja, we stoppen ons even. Kijk. Ah, niet te gek doen. Maar, kijk even dit. Al die cadeaus. En dit is dan voor Max's familie en van mijn familie. Dus dan moeten we nog even splitten. Hi. Maar dat neem ik dan vanavond al mee. Maar kijk hoeveel. Nee, dat neem ik morgen al mee. Wat? Want je weet niet wat ik mee moet nemen. Wat? Want jij moet niet kijken wat waarop staat. Nou jongens, Max is dus weer thuis. Maar ik neem wel al cadeaus mee. Dus dan moeten we dat nu even uitzoeken welke cadeaus ik mee moet nemen nu. Of tenminste die jij aan mij wil geven. Ja, dat weet ik niet, want er ligt nog ergens in het huis liggen pakketjes en dan moet ik. Oké, laat het zo doen dat ik mijn naam gewoon helemaal laat liggen. Dan neem jij mijn cadeaus mee. Maar dan neem ik wel voor papa, mama, Natalie en de baby en alles. Wat doe je nou? Ja, dat is allemaal voor jou thuis al. Dan ga je nu al pakken. Dan moet je toch pakken? Ja, maar schatje, dan moet je even een tas pakken, want dan moeten we daar alles in doen, hè? En ik neem dan die katten mee, hè? Of neem jij ze morgen mee? Nee, neem jij ze maar morgen mee. Nee, ik ga toch vanavond? Ja, dat bedoel ik. Hoezo zijn ze stout? Ze zijn heel stout. Oh, vertel even het verhaal. Max? Max had gisteren een hartaanval. Oh. Ik ging een frisdrankpak in eerste instantie weggooien buiten in een container.
Ik had hem dicht gedaan, ik had het rolgedantje naar beneden gedaan. Ja. Toen ben ik naar de wc gelopen, maar ze waren al heel de avond zo druk. En de hele tijd de aarde uit dat potje gooien en over die cadeaus rennen. En in de kerstboom. Dus op een gegeven moment, ik ging naar dat pak weggooien, ging ik naar de wc. Ik had de deur dicht gedaan, rolluikje of rolgordijntje iets naar beneden gaan. En ik ben die katten kwijt. Dus ik dacht, ja, ze zullen wel ergens zijn, misschien achter die kerstboom of achter de bank. Dus ik ga wel even Special Forces verder kijken. Dus ik heb nog 5 minuten Special Forces gekeken. Als het stil blijft, maar dan zijn ze stout. Moment, op een gegeven moment bleef het stil en de deur was dicht. En Isa lag al te slapen. Ik denk, ja, waar zijn ze nou toch? Waar zijn ze nou? Ik overal gekeken en geroepen. Nou, toen kwam ik bij de keuken en toen stond Billy zo. Die zaten ze buiten. Billy zat zo op de raam, want die wilde naar binnen toe. Oh. En Mimi lag daar op die loungebank. Die Mimi lag gewoon hier in de regen op die loungebank te chillen. En Billy stond zeg maar bijvoorbeeld, en dan in de keuken dan, tegen het raam zo te doen van ik wil naar binnen. Dus toen deed ik de deur open, toen kwam Billy, die rende gelijk naar binnen, die zat helemaal zo te trillen. Die keek helemaal, oh shit, wat heb ik gedaan? En Mimi die... Het is juist voor chillen. Maar ja, ze bleef gewoon licht toen je naar buiten ging, of wat? Ja. Ze probeerde niet weg te rennen. Ik deed de deur open en Billy rende gelijk naar binnen, dus daar had ik al geen moeite mee. En toen, ja. En toen was ik Mimi aan het zoeken, want het was natuurlijk helemaal donker. Oh, je dacht, kut, waar is Mimi? Ja, want Billy zat al binnen. Ja. En Mimi was er dus nergens, dus ik helemaal mijn sokken, want ik had geen schoenen aangedaan. Want ik dacht, ik moet die katten zoeken, want Isa ligt te slapen. Ja. En dus ik ging eerst achter de tuin, of hoe heet je, die tuintafel kijken. Want daar zat ze dus ook niet onder. En wat dacht je, kutzooi. Kutzooi, dacht ik. Ze is echt weg. En toen kwam ik terug, toen lag ze daar op het hoekje van de bank. Zo te kijken, zo. Hallo, ik ben hier. Dus met andere woorden, ze kunnen wel naar buiten. Maar we moeten wel beter gaan opletten, want nou ja, de deur gaat open en ze willen nu gelijk naar buiten. Ze krijgen wel meer, of ja, nou ja, ze willen niet per se naar buiten, maar ze worden heel nieuwsgierig. En ze willen dan wel buiten kijken, maar ja. Maar in ieder geval, we zijn tot een conclusie gekomen dat ze, als ze naar buiten gaan, dat ze dus niet weglopen. Maar dat ze dan wel op zich in de tuin blijven. Maar weet je wat ik al tegen Max zei? Ja, kijk, ik vertrouw die katten wel dat ze terugkomen, maar ik vertrouw de mensen. Weet je wel, want ja, je hoort tegenwoordig allemaal van dat katten gehaat. Of ze nemen je katten mee of ze stelen je katten. En ja, ik wil dat gewoon niet. Dus vandaar dat we ze dus ook niet naar buiten doen nu. En nu al helemaal niet. Omdat de tuin, zeg maar, nu er nog een beetje zo uitziet. En ik wil niet... ik wil dus niet dat die katten een wond of zo oplopen. Ja, het klinkt heel heftig allemaal. En ik denk, wat zeg jij? Maar wij hebben natuurlijk een klushuis gehad. Of ja, nog steeds wel. Maar we hebben dus ook best wel veel puin in de tuin gegooid. Dus ja, als er een spijkertje ligt of weet ik het wat. Ja, ik wil niet op mijn geweten hebben dat die kat terugkomt met een spijker in zijn poot. Dus daarom dat we ze niet naar buiten deden. Maar in ieder geval, ze hebben vanaf... wanneer zijn ze ingekomen? Augustus ergens? Nou ja, laten we eens, ik weet het niet meer. Augustus, september. Nou, die katten zijn dus blijkbaar in juli... blijkbaar. Die katten zijn dus in juli hier naartoe gebracht. Juli, augustus. En dus sindsdien zitten ze eigenlijk al binnen. Of ze gaan een keer mee naar Zeeland, zoals vanavond. En dan gaan ze een dagje mee. Ik weet gewoon niet meer waar wat in zit. Dat is eigenlijk ook wel slim. Wat zit daar nou in ook alweer? Auw, Max. Dit is gewoon echt heel erg, hè? Ik weet gewoon in elk cadeautje ongeveer nog wel wat... Nou ja, trouwens niet in alles. Ik weet bijvoorbeeld niet wat er in dit cadeau zit. Dat zou ik wel willen weten. Max, wat zit hierin? Isa. Wat zit hierin? Oké, camera is leeg. Van mij? Ik pak mijn cadeaus. Maar bij deze ga ik wel de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze weekvlog weer leuk vonden. In de volgende weekvlog gaan jullie zien wat voor cadeaus we allemaal krijgen. En ik zal een beetje filmen wat wij dus aan mijn zus bijvoorbeeld geven. Kijk maar goed naar binnen. Ja, ik hoor het zeggen. Maar in ieder geval... Ja.
We gaan nu even de cadeaus uitzoeken wie wat en wat meegaat naar Zeeland. Sorry dat ik heel snel praat, maar anders valt mijn batterij uit en mijn andere batterij is ook leeg, want ik ben vergeten op te laden. Vond je deze weekvlog nou leuk? Abonneer, like en we zien jullie de volgende keer weer terug. Tot ziens!